Mijn naam is Bert Boete en ik ben industrieel ingenieur en doctoraatstudent aan de Universiteit Gent, Campus Kortrijk. De breastboard is een device die gebruikt wordt bij de borstkankerbehandeling van vrouwen en meer bepaald bij de radiotherapiebestraling ervan. Nu, er zijn twee verschillende patiëntenposities. De ene positie is de rugliggpositie en de andere de buikliggpositie. Het grote voordeel bij de buikliggpositie is eigenlijk dat de borst door de tafel hangt of door de device en dat we daar door middel van de zwaartekracht een hele mooie toegang hebben tot de borst en zo de borst beter kunnen bestralen. Nu, het probleem bij deze buikliggpositie is eigenlijk dat die niet altijd even comfortabel is voor de patiënt en voor de verplegers is het ook niet altijd even evident om de patiënt goed te kunnen positioneren. Een derde probleem is eigenlijk dat we de lymfeklieren, dus degenen die boven de borst liggen, dat we deze tot nu toe nog niet kunnen behandelen in de buikligpositie. Met ons team hebben we een nieuwe patiëntenpositie en device ontwikkeld die eigenlijk mogelijk maakt om zowel de lymfeklier als de borst te bestralen in die buikligpositie. Als ook hebben we het comfort enorm verbeterd, wat toch wel belangrijk is voor de patiënt. En kunnen we ook de longen en het hart veel beter sparen voor eventuele stralingen. Met de nieuwe device hebben we ook een verbeterde setup precisie kunnen bekomen, wat dat voordelig is voor de verplegers, dat ze de patiënt beter kunnen positioneren en dat zorgt ook voor betere medische resultaten. De device is nog altijd in de testfase. We hebben verschillende klinische studies op het UZ zelf uitgevoerd en voltooid. Die data hebben we kunnen publiceren. En nu de laatste studie die verloopt met drie ziekenhuizen, waarbij dat we met bijna 400 patiënten de device gaan testen. Want het is toch wel de bedoeling om die device later te gaan commercialiseren en die dan te gebruiken over verschillende centra en in andere landen.